niet voor de mens. Hoogstens voor iemand die op grote voet leeft. Nee, dat doet deze meneer niet. Dit is een eenvoudig man uit een eenvoudig, vriendelijk dorp. Het is de klompenmaker van Zwartsluis. Dat is hij deze maand 60 jaar. Als 12-jarige stond hij voor het eerst aan het blok. En nu met zijn 72 jaren is hij nog één van die weinige overgebleven handwerkers in het klompenmakersvak. Het ambacht heeft zich daar in Zwartsluis nog niet door de machine laten verdringen. Daar groeit de klomp uit een vormloos blok hout dat even tevoren nog een deel van een boom was. Maar kijk, nou begint het toch al op een klomp te lijken. Vlijmscherpe attributen horen bij dit vak. Dit mes gaat erin als koek. En dan komt het verder aan op precisiewerk. Voor het uithollen heeft de klompenmaker weer een ander mes nodig. Of een lepel, zo u wilt. En wat dat nou weer is? Ook het puntje van de klomp moet hol zijn, want de grote teen heeft tenslotte ook ruimte nodig. De klompenmaker van Zwartsluis is een kunstzinnig man. Hij vindt dat ook dit vak zijn artistieke kantjes heeft. Hij weet het dan ook allemaal wat je noemt te versieren. De klompen krijgen onder zijn handen een heel ander gezicht. Fijn besneden koppen en ook andere kunstzinnige ornamenten. Bij elke versiering past een verhaal. Het verhaal dat de klompenmaker verzint terwijl hij in zijn werkplaats aan de arbeid is. De klompenmaker aan de dijk, daar in de kop van Overijssel, heeft na 60 jaar nog steeds zijn hart verpand aan de klomp, waarvan hij er nu een paar honderdduizend op zijn naam heeft. Op zijn naam, ja. Is dat niet toevallig?